Hallo, mijn naam is Micha van der Werf en ik heb de film Le Temps d'une Danse gemaakt. Mijn film gaat over een jonge man die voor de eerste keer in contact komt met de dood van een dierbare persoon. En we volgen hem doorheen zijn proces, van zijn rouwproces. De inspiratie komt van, dat is heel persoonlijk. Ik heb voor de eerste keer, van 2 jaar geleden, 2 dierbare mensen verloren. En, dat was een gevoel die ik nooit had echt gevoeld. En ik vond het interessant om dat proberen te translaten naar een film. Een kamp van mijn familie is van Amsterdam en de andere van Guinea-Conakry. Deze 2 culturen interageren met dood op een andere manier. Waar in de westerse cultuur is een grote taboe. En we wenen een beetje de dood van een persoon, waar in West-Afrika we feesten de leven. En ik vond die dualiteit interessant om een film daarover te maken. Dat is uiteindelijk echt een filmportret. Dus ik vind het altijd leuk om echt de textuur te voelen en zeker de personage te voelen en minder de arena waar we zijn. Ik vond het gewoon interessant om altijd diep bij zijn rug te zijn, om ook te laten begrijpen aan de kijker dat hij fuit quelque chose. Doorheen de film gevoel dat we zien meer en meer zijn gezicht waar hij accepteert iets doorheen de rouwproces. In het begin wou ik in Guinea-Conakry filmen. Maar dat was een beetje moeilijk. De minister van de cultuur was geen grote fan. Daar gingen filmen, dus mijn productieleider Femi Kijo, die de film helemaal heeft geproduceerd, is van Benin. En we hebben samen gesproken over mijn scenario en ze zei dat eigenlijk mijn scenario werkte misschien beter in Benin. Dat is daar ook een hele cultuur is, niet gebaseerd op de dood, maar ze hebben een grote, een speciale relatie met het rouwproces. Dus ik vond dat heel interessant om dat daar ook te doen. Ik ben daar 2 maanden gebleven. Om daar te schrijven en ook mijn acteurs daar te casten. Locaties van alles te doen. Maar mijn team is daar 10 dagen gebleven. En we hebben, ik denk, 5 of 6 dagen, een kleine weekje gefilmd. Maar ik ben 2 maanden gebleven. Ik wou met een non-acteur werken. Enfin, ik ben eerst naar een school, een toneelschool gegaan, om daar een casting te doen. Maar ze waren een beetje, van hoe ze speelden was een beetje te academisch. En ik wou echt met iemand werken die dat gevoel ook kende. En, ik ben op een feest gegaan en ik heb een jongetje gezien die echt een mooi gezicht en zijn ogen vertelden echt heel veel. Dus ik heb hem gewoon aangesproken. En hij is mijn acteur geworden. Dat was heel vlug gegaan. Ik heb de kans gehad om met Laura van Hacke te werken. En ze is waarschijnlijk een van mijn grootste inspiratie voor hoe ze haar verhalen vertelt. En zeker haar relatie met de acteurs. Maar ik heb niet het gevoel dat ik werk, maar ik heb het gevoel dat ik iets maak met de regisseur. En ik denk ook het feit dat ik vaak voor de camera ben, heb ik ook gemakkelijker om te communiceren met mijn acteurs. En ik weet wat ze graag horen en wat ze echt niet graag horen ook. Ik denk dat ik nog een beetje op zoek ben naar wat ik echt graag doe. En ik wil gewoon alle media's proberen om een deftige verhaal te vertellen. Soms er zijn verhalen die ik translate naar zo een foto, soms naar een film. Soms is er een verhaal die ik echt wil vertellen als acteur. En het is echt te zien, maar ik zou echt niet kunnen kiezen. Papa Mako, Olonweye. Papa Mako, Olonweye.